Breda Nu. Je weet het meteen. Leon, dat was wel even een heftige maand, hè, natuurlijk. Ja, het was wel een heftige maand, maar we zijn niet meer de rode lantaarendragers. Nee, dat is Groningen nu. Dat is Groningen. Oh, nou. Lekker. En we hebben natuurlijk wel de goede gang erin gezet. Goed gevoel overal aan die wedstrijd tegen PSV. Ja, een beetje pech, hè, met scheids natuurlijk. Ja. Een week later tegen Utrecht ook trouwens weer, hè, die Kuipers. Utrecht. Oh, man. Dat was toch gewoon een penalty, hè. Ongelooflijk. Ja, nee, juist niet. Nee, het was geen penalty. Het was geen penalty. Maar uiteindelijk krijgen we ons gelijk, maar je koopt er helemaal niks voor. Zo jammer. Dan hadden we een Interland weekendje volgens ja. mij. Ja. We hadden een mooi feestje bij de sportsvereniging met de WC Experience en zo. Nou, we hadden een bak. Dat was leuk. Ja, was leuk. Was goed, goede vervanging van een voetballoos weekend. Ja. Kan beter zo invullen. Dus, veel internationals hebben wij niet meer, hè, denk ik. Nee. Nee. Match. Maar ja, ik denk als Match, Estland of zo. Hè. En, ja, maar dat zal ook niet lang meer duren, toch? Curaçao zijn er ook nog twee weg geweest. Castanier en Carolina. En wat jonge gastjes met jonge rijen, ik weet het niet eens meer, maar die zijn allemaal jong Servië. Oh ja, natuurlijk Ilić. Dus die zijn wel een paar jongens kwijt geweest natuurlijk, maar... Ja, is niks aan. Kwam gelukkig niet geblesseerd terug, want ze moesten weer fit zijn voor de derby tegen Willem II, hè. Zonde. Ja, het was niet nodig geweest. Ja, het was niet nodig geweest. Maar uiteindelijk moet je blij zijn dat het daarmee is geëindigd. 2-2 uiteindelijk. Niet verloren. Niet verloren, dat is het belangrijkste. En ik kijk altijd naar het uitvak. Ik zit op vak G en dan kijk ik altijd om. En dan zijn ze blij, zie ik ze lachen. En als ze niet lachen, het stadion verlaten. Dan ben je blij. Dan ben ik blij. Dan hebben wij reden om blij te zijn. Denk ik in dit geval misschien wel anders, toch? Want het was niet heel gezellig. Maar afloop, zullen we zeggen. Tot de 90e minuut was het gezellig. En daarna sloeg achter het stadion de vlam in de pan. Ook dat had voorkomen kunnen worden. Ja. Dan zijn we het allemaal met elkaar eens. Ja, zonde. Kijk, de rellen na de wedstrijd, politie belaagd, riemen uitgetrokken en noem maar op, van alles misgegaan. Kijk, die helskoppers moet je oppakken, dat is gewoon een foute boel. Iedereen die daar iets verkeerd heeft gedaan, die moet weg. Daar is ook iedereen het over eens. Maar waar iedereen ook van baalt, is dat het gewoon niet had hoeven gebeuren. Je hebt twee vechthonden, die zet je bij elkaar. En ja, moet je achteraf niet kwaad worden dat ze elkaar hebben afgemaakt. Want je weet dat vechthonden zijn en je hebt ze zelf bij elkaar gezet. Ja. Nou ja, daar komt een beetje kort gezegd ook op neer. En daar wordt heel moeilijk over gedaan om dat simpel toe te geven. Ik snap ook wel waarom, want dat kraakt een eigen statement af. Hè, van waar ze voor moeten staan. Maar hou het dan ook gewoon heel die discussie uit de media en ga gewoon met mensen om tafel. En doe ze ook niet. Ga constructief worden en ga ermee aan de slag. En, zorg met iedereen ervoor, want alle supportskleding die keuren het af. Heel duidelijk, die moet opgepakt worden, dit willen we niet zien. Maar zorg ook met z'n allen dat dit ook niet meer gebeurt. Ze praten over normaliseren, maar normaliseren, daar heb je iedereen voor nodig, ook de tegenstander. En sommige tegenstanders zitten nog niet op het level als NAC, als voortrekker. En zeker als je Willem II op bezoek krijgt, dan weet je dat stuurtapparaat daarvoor geen meter deugt. En dan gaat dat gaat een keer fout. Maar zullen we even voor het eerste deel even gezellig afsluiten? Ja. Natuurlijk 1-1 tegen ADO. Ja. Twee keer niet verloren. Twee keer niet verloren, dus we gaan een leuke Europese tegenstander uitzoeken, denk ik. Dus we hebben twee wedstrijden ongeslagen. En Zou Kali ook denken dat we Europa in kunnen gaan? Ja, ik denk Kali is wel een zo'n voorvechter hoor. Die trekt ook alles voor. En als Sam zijn gang had gehaald, dan denk ik het wel. Zullen we even kijken wat hij ervan vindt, samen met Sam? Leuk dat je weer kijkt. Vandaag weer een nieuw speler, Anouar Kali. En kijken hoe hij onze vraag gaat beantwoorden. Ja. Anouar, kies maar een kaart. Groen. Geef maar aan mij. Ja. Honden of katten? Oeh, dan ga ik voor katten. Waarom?
zijn genoeg honden op de wereld. Nee, maar katten zijn gewoon schoon, lief. Schoon. En meer op hun zelf ja, gericht. Dus, honden... Moet je minder aandacht aan te geven. Ja, minder aandacht aan te geven. En honden moet je toch 24-7 eigenlijk aandacht aan besteden. Heb je zelf huisdieren? Nee, ik heb helemaal geen huisdieren. Ik woon ook hier alleen, dus ik vind het wel goed zo. Maar je hebt geen behoefte aan wat totaal van een huisdier of zo? Van een huisdier niet, nee. Niet van huisdier, nee. Okay. Maar ik moet ook elke dag trainen, dus ja, dan heb je ook geen tijd. Oké, top. Volgende. Ja. Blauw. Elke dag 5 uur conditietraining of elke dag 5 bier? Elke dag 5 uur conditietraining. Ja? Jawel. Sowieso drink ik geen bier, dus... Het gaat sowieso niet in. En als het nou een ander, drink je überhaupt alcohol? Als nee, het nee, zijn? Nee, ook niet. Nee. Okay. En 5 uur conditietraining, ja. Gaat dat een probleem zijn voor jou? Of je bent toch fit? Ik ben fit, maar dat is wel een beetje te veel. Maar als ik moet kiezen, dan toch maar voor trainen. Oké, okay, goed zo. Goede keuze als topsporter. Hè, dus. Ja. Oké, kies nog maar één. Buikschuiver of koprol? Buikschuiver dan. En, maar dan moet het even regenen. En dat doe je dan om te juichen of om een goal te maken? Of misschien al een goal te maken? Ja, koprol, dat vind ik een beetje kinderlijk. Dus buikschuiver, dat is meer van volwassenen. En dan, dat vind ik er ook mooier uitzien als je bij staat. Ja. Heb jij zelf een persoonlijke actie als je een doelpunt maakt? Hoe juich jij? Ik scoor zelden, dus... Moet heel ver terug. Dat moet ik heel ver terug in de tijd, dus... Ja. Nou, gewoon normaal juichen. Dus, gaat dat spontaan of heb je daar van tevoren dan... Nee, dat gaat spontaan. Nogmaals, ik score niet zo vaak. Spitsen zoals Mitchell, die kunnen daar zich op voorbereiden, maar ja, ik niet. Oké, nee, top. Nou, we gaan zo weer verder met Anouar Kali met wat nieuwe vragen. Ik zit hier naast Luc en Jan en zij zijn de supporters van de maand. En ik ga je wat vragen stellen over hun onder andere mooiste NAC-moment. Of wat is jullie mooiste NAC-moment? Ja, dat was voor mij de promotie tegen NEC. Dat was vooral die eerste wedstrijd heen. Eigenlijk was NEC beter. Ik moet natuurlijk iets anders zeggen, NEC, maar dat zeg ik niet. Dus nee, NEC was beter, maar wij wonnen. En het was echt zo'n ontlading, dat was echt geweldig. Geldt dat voor jou ook als mooiste NAC-moment? Nee, dat was een paar jaar eerder. Toen speelde Perica zijn eerste thuiswedstrijd. En toen scoorde die volgens mij... Oh nee, toen scoorde die niet. Maar wij hadden de Kroatische vlag bij ons. En nou, dat vond hij zo leuk. Toen na de wedstrijd kwam hij naar me toe en heeft hij me zijn shirt gegeven. En die doe ik nog steeds altijd aan NAC. Maar dat was wel een heel bijzonder moment, ja. Ontzettend gaaf. Perica is ook jouw favoriete NAC-speler aller tijden? Ja, dat kan je wel zeggen. Voor u? Ja, ik denk eigenlijk Van Hooijdonk. Toch wel? Ja, misschien wel de nieuwe technisch directeur, hè? Ja, we moeten wat. Hij heeft natuurlijk wel een hele grote... een groot netwerk en dergelijke. En ook verstand, wat hij etaleert iedere week. En ik denk dat het wel een hele goeie is. Gewoon echt een voetballend hart. Ook al heeft hij zich niet bij iedereen geliefd gemaakt door toen naar Rotterdam te gaan. Maar ik denk wel dat hij voor ons het best is. En waarom zijn jullie NAC supporters en niet supporters van Feyenoord, PSV of Ajax? Ja, dat komt eigenlijk. Ik ben import, hij is hier geboren, maar ik heb eerst mijn eerste 30 nog wat jaren elders besteed. En toen, waar als ik vragen mag? Dat durf ik bijna niet te zeggen, maar onder andere in Tilburg, maar ook in Amsterdam en in Tiel en weet ik wat allemaal. Maar in ieder geval, we hadden een vriend van mij, met wie ik nog steeds naar NAC ga, Wim de Haas, woonde in de straat, had kaartjes via de Soda Club, destijds nog een sponsor. Nou, ik hoefde maar één keer te gaan. Ik was verkocht. En dat was in 2003 of zo. Ja, sindsdien ben ik eigenlijk altijd gegaan. En we zijn hier in 2002 komen wonen. Dus, ja. En dat is helemaal overgedragen naar jou van vader op zoon? Jazeker. Ja, het is een beetje vanzelfsprekend natuurlijk hier geboren en getogen. En vandaar dat ik ook naar NAC ga. En ja, natuurlijk vind ik de sfeer ook betoverend. En ik ga er nog steeds met plezier heen. En ik zit er nu ook al 6 jaar of zo. En als jullie dan 1 tip zouden mogen geven aan het nieuwe technische hart, wat zou dat dan zijn? Ja, spelers die het gras opvreten. Gewoon, bloed aan de paal hoeft niet per se, maar wel dan figuurlijk. Want daar heb ik te veel gemist. Als je niet goed genoeg bent, dat kan. Ja, of nog niet goed genoeg bent, maar doe dan gewoon heel erg je best. En dan meestal komt het wel goed. Dan gaat iedereen erachter staan. En dat geeft toch wel, volgens mij, een extra... Je hebt bij NAC tenminste het idee dat je echt ertoe doet als 12e man. Alleen, al was dat de laatste tijd wel iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat was bijvoorbeeld tegen NEC, waar ik het net over had, heel erg het geval.
En welke posities in het bijzonder gaan we ons dan versterken? Centraal achterin. Ja, oh. Ja, nee. Ja, ja, ja. Ben je eens met je pa? Ja. Ja. Dan dank ik jullie voor dit item. Het was hartstikke gezellig. En we gaan ons lekker opwarmen bij het vuurtje. We zijn weer terug hier met Anouar, Kali en Zunnet en we hebben nog 3 leuke vragen voor hem. Dus we gaan weer van start. Kies maar weer in, Anouar. Kunstgras of echt gras? Ja, dat is duidelijk. Echt gras. Waarom? Ja, waarom? Ik vind dat sowieso dat voetbal op echt gras moet gespeeld worden. En gelukkig hier bij NAC hebben we echt gras. En kunstgras, ja, dat is nep. En dat is... elke kunstgras is ook anders. Ieder grasveld is hetzelfde. En ja... Ik ben een beetje een volwassen, een beetje een oude generatie, dus ik ben met gras opgegroeid. En zie je dan ook echt op tegen bijvoorbeeld een uitwedstrijd tegen Heracles als je weet dat je op kunstgras moet gaan spelen? Ja, we hebben afgelopen week nou 2 keer op kunstgras gespeeld. En dan voel je lichaam toch wel anders aan als je op echt gras voetbalt. Dus nee, ik ben geen voorstander van kunstgras. Nee, Oké, top. Volgende. Niet veel keus meer. Trainen in Zundert of Breda? Trainen in Zundert of Breda? Ja, dus stel, dit gewoon hetzelfde trainingsplek, heb je dat liever in Breda of vind je het niet echt dat het hier zit? Of? Ja, dan zou ik het liever in Breda willen hebben, ja. Want woon je zelf ook in Breda? Ik woon sinds kort in Breda, ja. Dus ja, NAC is Breda, Breda is NAC. Dus ik vind dat het trainingscomplex dan, als ik mag kiezen, dat het dan ook in Breda zou zijn. Maar misschien voor de supporters kun je even uitleggen hoe dat dan nu werkt. Komen jullie hier zelf heen of gaan jullie met een bus gezamenlijk? Nee, of? We komen hier zelf heen en dan... ontbijten we hier. Ja, we hebben wel fantastische faciliteiten hier hoor. Goeie velden, lekker rustig. Dus daar mogen we niet klagen, maar als ik mag kiezen, dan liever in Breda. Oké. Leuk dat je weer keek. Anouar heeft alle vragen goed beantwoord. En volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe speler. Tot dan. Mooi uit, hè, die Kali. Ja, als je dat ook nog een keer zou doen, dan is het helemaal feest. Ja, goed hè. Goed. Ja. Vermakelijk. Ja, hopen dat hij tegen Heracles de komende wedstrijden een beetje beter tegen Heracles en Ajax bijvoorbeeld. Weet je nog, vroeger maakten we nog grappen hè, van succes tegen Heracles. Toen waren ze nog in de kelder van de eerste divisie en nu staan ze in één keer 4e of zo. Ja. 20 punten, 3 keer zoveel. Coach, prima spits. Ja, die heeft het gewoon goed voor elkaar daar. Dus dat is niet te onderschatten. Ja, die kan je niet onderschatten, want het is gewoon, die staan voor wie. Dat is gewoon een goed draaiende ploeg op dit moment. Die krijg je wel voor elkaar. Dus ja. Dit is nog geen zekerheidje hoor, maar we zijn op de koers van de gelijkspellen en zo hè. Vorig jaar werd 6-1. Oh ja, dat was zo'n fantastische wedstrijd. Ja. Ja joh, Manu Garcia die een fantastische wedstrijd en prachtige goals maakte. Ja joh, fantastisch. Ja, dat is helaas niet meer. Dat zal helaas niet gelukken. Ik ben benieuwd wie dan deze editie de uitblinker gaat zijn. Kali misschien. Hè? Ja, als Kali uitblinker wordt, dan stop ik hem eens. Ja. Ilić, dat zeg je een goeie. Ilić is de laatste tijd ook weer, die heeft goed op de heupen de trekker. Die kan de kar ook aardig trekken. Die trekt ook zijn verantwoordelijkheid en die neemt hem wel. En ja, daar vest ik me ook maar op. Want we zullen wel moeten, want we zijn best wel geplaceerd. Muren is nou uitgevallen, dat is al een poosje uit de running. En er blijven weinig alternatieven over. Maar ik heb wel gehoord in de winterstop dat er een paar nieuwe spelers van City bij komen. Onder Brahim Diaz werd genoemd. Ja, dat is een als dat lukt. Als dat, dat zijn wel de jongens die echt het verschil kunnen maken. Dat is wel de kwaliteit die je wil hebben, dat soort jongens. Weet je wie dat moet doen? Wie moet hem gaan halen? Pierre van Hooydonk. Pierre van Hooydonk. Nieuwe technisch directeur. Ja, hij lijkt weer terug op het oude nest, hè? Ja. Ja, weet je, het is natuurlijk geen technisch manager. Hè. Het is natuurlijk een technisch platform, zoals dat heet. Hè. En dat is om tijdelijk in te vullen totdat er een definitieve oplossing voor is. Er komt natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd aan. Dus hij moet wel. Hij moet ook wel. Ja. Ik denk ook wel, als hij binnenkomt, dat spelen ze ook wel zoiets hebben. Dan moet er weer een positieve flow door de stadion. Ja. Ja, precies. Even een positieve flow door het stadion weer, inderdaad. Want straks komen Emmen en Groningen natuurlijk. Ja, wel allebei uit. Ja, Emmen en Groningen. En Emmen die staat 5 punten boven ons of zo. Die hebben ook bijna 10 punten. Die moeten we echt winnen, want anders haken we nergens meer aan. Campinghelft. Ja, want het is, die genieten van alles. Dus die zien de Eredivisie als een grote snoepwinkel. En die lopen elk stadion met open mond binnen.
Maar ze pakken toch weer de puntjes erbij. Ja. En daar moeten we echt voor opletten. Dat is echt sleutelwedstrijd. En dan Groningen, waar je zei, hè, want die zitten helemaal in de hoek waar de klappen vallen. Ja, en dan moeten we een paar klappen bij uitdelen. Dus, Ja, weet je, voor Groningen geldt natuurlijk ook als NAC wint. Ja, dan raakt iedereen ook verder uit zicht, natuurlijk. En dan heb je die Doan, die goeie. Ja. Ja, degene die winst op gaat die weg. Ja. Maar Groningen heeft ook weinig geld. Ja. Ja. Zou moeten. Want van het publiek hoe zij het niet te hebben. Nee, dat zit er bijna niet, hè. Daar. Nou, laten we daar de klappen uitdelen. En dat we met een zo goed mogelijk gevoel richting die winterstop gaan. Waar we eindelijk kunnen gaan aanwinsten kunnen gaan maken. Maar ik ga even tussendoor even 3 puntjes tegen Ajax pakken. Oh, doen we. Makkelijk. Appetje eitje. Doen we. Proost. Breda Nu. Je weet het meteen.